Al onze sportclubs in het land zijn gesloten. Sportclubs tonen begrip voor de maatregelen. Het is onze maatschappelijke plicht er mee voor te zorgen dat we het coronavirus in kunnen dijken. De meeste sportclubs zullen de coronacrisis wel overleven. Dit dankzij de lidmaatschappen van de leden. Toch zijn de verliezen voor sportclubs zeer groot. In de golfsector bijvoorbeeld praat men snel over 1,3 miljoen aan activiteiten, 1,5 in de horeca. Tijdens de sluitingsperiode wordt er hard gewerkt aan de accommodaties. Sommige werkzaamheden worden uitgevoerd die onmogelijk zijn tijdens het sportseizoen zelf. Het zal er piekfijn bij liggen als jullie terugkomen naar jullie sportclubs. We willen dan ook al onze leden bedanken voor het begrip in deze moeilijke tijden. Golf en andere sporten kunnen perfect in kleine groepjes en in controle gespeeld worden. We gaan dan ook de overheid trachten te overtuigen om de meerwaarde voor de gezondheid van de mensen. Zodra er een versoepeling kan komen in de strenge maatregelen, denk ik dat wij als sportclubs onze maatschappelijke doelen terug kunnen bereiken. Zoals gezegd, het is heel erg voor onze sport-KMO's. Maar laat ons eerlijk zijn, de zorgsector is veel belangrijker en verdient al onze steun. Hoe beter we de regels opvolgen, hoe sneller we terug in onze clubs terecht kunnen. Ik hoop jullie allemaal snel terug te kunnen ontmoeten, maar wens jullie vooral een goede gezondheid toe. Wees voorzichtig.